En we hebben nog een Peter in deze uitzending. De 34-jarige Peter van der Helm. Hij studeerde aan het Grafisch Lyceum Utrecht, waar hij zeer creatief bleek te zijn. Met name graffiti was zijn grote passie. Na zijn studie heeft hij zich tot succesvol art director ontwikkeld en heeft al voor vele nationale en internationale reclamebureaus gewerkt. Het bedenken van campagnes die opvallen, dat is waar Peter goed in is. Pomelo. It's those damn kids again. Pomelo. Peter heeft vele bekende campagnes op zijn naam staan, zoals voor Greenpeace, Milieudefensie en een bekend Nederlands biermerk. Tegenwoordig is hij eigen baas en dat gaat goed. De mediawereld kan niet om hem heen. Als hij iets twittert, staat het echt op 38 sites. Hij gaat maar door. Dat is waarom hij een media-tyfoon. Ik noem hem een media-tyfoon. Dat is misschien ook wel het geheim van zijn succes. Netwerken. Creatieve mensen die kennen Peter. En Peter belt ook rustig die mensen op. Dan denk ik, doe je dat, weet je wel? Dan belt hij een of andere hogere reclamepief op. Zegt, ja, kan ik heel even met jou praten over iets? En de mensen zeggen vaak ja. Na zijn studie aan het Grafisch Lyceum begon de toen pas 21-jarige Peter als ontwerper en illustrator. Platenhoezen, pikante mannenbladen, ja, zelfs enorme gebouwen werden onder handen genomen. Zijn werk bleek dan ook niet onopgemerkt door grote reclamebureaus. Al snel klom hij op van ontwerper tot art director. En nu werkt hij dus voor zichzelf als creative director. Peters talent is het bedenken van concepten die de aandacht trekken. Wat natuurlijk de doel is van reclamecampagnes. Maar wat is nou precies zo sterk aan zijn ideeën? De eenvoud ervan. Het is vaak heel simpel. En dat werkt. Ik geloof dat Albert Einstein ooit gezegd heeft, als een idee niet gek aanvoelt in het begin, dan stop dan maar, want dan is het eigenlijk niet goed. Dus alles als je denkt van nee, dit kan echt niet, nou, dan moet je juist even doorgaan en even doordenken. Elke dag ziet er anders uit voor Peter. Vandaag heeft hij een fotoshoot met Ruben van der Meer en Dilem mag meegluren. Wat werkt in reclame volgens jou? Ja, dat heeft niet één eenduidig antwoord. De ene klant heeft andere belangen dan de andere klant. Maar ik roep altijd op het internet, poep, pies, pijn, plas, seks, bloed, seks. Niet per se in combinatie met, maar dat zijn, ja, weet je, als dingen opvallen, dat is belangrijk. Ja, dus shockeren eigenlijk een beetje. Ja, of niet per se shockerend zijn. Het kan ook heel emotioneel zijn of heel grappig dat het wat met je doet. Ik denk dat het allerbelangrijkste is. Wat vind jij een heel goed idee van jezelf? Ik heb voor Milieudefensie heb ik ooit om de problematiek van het illegaal kappen van bomen onder de aandacht te brengen. Ja. Vonden wij het een wel leuk idee om illegaal bomen te gaan planten. Toen zijn we in 5 grote steden van Nederland midden in de nacht met een aantal teams van Milieudefensie op stap geweest. Ja. Ja, weet je, een busje met boompjes. En de bus uitgesprongen. Ja. Steen in de grond uitgetrokken, gat gegraven, bomen 2,5 meter in. Hekje eromheen, bordje erop. Deze boom is illegaal geplant door Milieudefensie. De volgende dag hebben we alle kranten gehaald. Ja. We hebben alle radiostations gehaald. We zijn op het 8-uur-journaal geweest. Er zijn kamervragen gesteld in de Tweede Kamer. Ik heb er toch wel een aantal vakprijzen mee gewonnen. Yeah. Het wordt ook gefeatured als een voorbeeld van goede vorm van guerrilla marketing. Ik denk dat er bij elke klant een idee past. En guerrilla is dan, we doen even iets geks of iets onverwachts op een plek. En dat filmen we of dat fotograferen we, dat sturen we met een goed PR-beleid. Yeah. Ik denk dat dat heel belangrijk is voor klanten. Als je een goed PR-beleid hebt, dan kom je met kleine dingetjes, kom je heel ver. Straks draaien we mee op de fotoshoot met Ruben van der Meer, waar het vooral heel gezellig is. Terug naar die andere Peter, die van de reclame. Na diverse grote reclamecampagnes te hebben opgezet voor nationale en internationale klanten, is Peter tegenwoordig eigen baas. Samen met Ruben van der Meer is hij op dit moment bezig een commerciële website te maken waarop grappige foto's en filmpjes van onder andere Ruben te zien zijn. En voor die website staat een fotoshoot op het programma. Hierop zullen de spierballen van Ruben op een gevoelige plaat worden vastgelegd. We gaan een foto maken dat ik zo sta en dat ik hem een nieuwe tatoeage laat zien waarop staat. Hier uw advertentie. Ben ik gewoon een mediahoer. voor geld doe ik alles. En voor Peter ook. Net als topfotograaf Willem de Roon. Ook hij werkt graag met Peter samen. Vanaf de middel snijken we. Ja. Wil je closen? Nou, nee, schiet hem er maar bij. Pak hem er maar gewoon bij. Als wij samen dingen maken, dan gaan er ideeën op en neer. Hij luistert als jij een idee hebt en dan maken we het samen eigenlijk. Dat is ook de manier waarop ik ook de beste fans maak. Ik vind persoonlijk van, kijk dan.
tattoo. Oh. Dan laat iemand zijn tattoo zien. Ja, maar als je het over dan doet, je door die humor erin te brengen, doet het net te wijzen zo. Maak jij de foto's, maak ik hem mooi. Goed. En als de sfeer er echt goed in zit, durft die Lem zich ook op de set te wagen. Peter, hoe gaat het hier? Ja, goed. Ja? Ja. Nou, Ruben valt toch niet te regisseren, dus we hebben het van tevoren goed doorgesproken. En dit is belangrijk, weet je, gewoon even lol hebben in, op de set. En ik zal zo de Polaroid even bekijken, maar ik verwacht niet dat er heel veel verrassing is. Is dit uitgehouden? De money in the shot. Zag je die blik? Ha, ja, ja, op me. Ja. Kun je terugkijken? Jouw taak is om nadat de foto's klaar zijn, om dan de Photoshop te doen en het af te maken, zeg maar. Ja. Straks zien we of deze gezellige fotoshoot ook nog iets bruikbaars heeft opgeleverd. En we leren nog een hele andere kant van Peter kennen, die van docent. Hoe hebben jullie die druppel bedacht bij jullie concept? Tycoon Peter van der Helm is succesvol in de reclamewereld. Voor nationale en internationale klanten bedacht hij vele succesvolle campagnes. ...247, kom op man. 248 of 27, 248 toch? 48. Ondanks dat de agenda van deze creative director overvol is, maakt hij toch altijd een gaatje vrij om nieuw talent les te geven aan het Grafisch Lyceum in Utrecht. De plek waar het voor hem ook allemaal begon. Ik heb hier voor het eerst met een fotograaf gewerkt en geleerd hoe je een copywriter aanstuurt of meewerkt. Hoe account werkt, hoe je eigenlijk een idee verzint. Ja, ik ben er wel blij mee dat ik dat gedaan heb. Met studierichtingen als vormgeving, gaming, printmedia en webdevelopment studeren hier jaarlijks zo'n 450 studenten af. Peter volgde in 1997 de avondopleiding Art Direction. Dit is ook de opleiding waar hij nu zelf lesgeeft. Vandaag moeten Peter zijn studenten een eindpresentatie geven over hun eigen reclameconcept. En ik ben heel benieuwd hoe streng meester Peter nou is. Wat voor lesgeven nou geven? Dit is de eindbeoordeling voor? Van Art Direction. Wat vroeg je ervan? Heel veel, want ze hebben heel hard hun best gedaan. Dus ik ben heel benieuwd met wat voor ideeën ze komen en wat voor uitwerking. De studenten kregen als opdracht een reclamecampagne bedenken. Barbra Streisand. En we hebben een concept voor jullie bedacht. Met een team van docenten beoordeelt Peter de studenten. We zijn op zoek gegaan naar een origineel gereedschap. Hoe hebben jullie die druppel bedacht bij jullie concept? Dankjewel, leuk. Hoe vind je het gaan? De eerste twee hadden er goed over nagedacht. Past allemaal goed bij elkaar. En, ja, ik denk dat als dit bij een echte klant geweest zou zijn, dan dat ze gewoon wel een goede kans zouden maken. Peter kan trots zijn. Zijn studenten zijn geslaagd. Van Peter Podium terug naar Peter Reclame. Peter werkt op dit moment aan een website met Ruben van der Meer. Op deze site gaan ze grappige foto's en filmpjes van onder andere Ruben zetten. De site zal deels gesponsord worden. En om de sponsor te laten weten dat ze er zijn, hebben ze een advertentie gemaakt. Tijdens de fotoshoot werd er vooral heel veel gelachen. Maar ik ben super benieuwd of er überhaupt een goede foto uit is gekomen. En hoe Peter daar nou een advertentie van heeft gemaakt. Peter, laat eens zien wat je hebt gemaakt. Van alle foto's die we gemaakt hebben, hebben we er 9 uitgezocht. Ja. Waarvan we denken, nou, die zijn wel leuk. Waarom heb je die gekozen? Ja, dat was ook wel gewoon in overleg met Ruben en de fotograaf. Omdat hij hier een iets neutralere blik heeft. Je kan hier eigenlijk zelf wel alles inleggen wat je wil. En wat is nou jouw ultieme droom, jouw ambitie? Wat wil je nog heel graag maken? Ja, klinkt misschien heel stom, maar ik zou ook wel een keer een film willen maken. Wat voor film? Ik denk dat ik een interactieve film zou willen maken. Wat bedoel je daarmee? Een film die meerdere uitkomsten heeft. Dat je eigenlijk zelf kan kiezen hoe die eindigt. Ja, ik heb daar wel ideeën over, ook hoe dat technisch in elkaar zou steken. En daar zou ik graag eens een keertje mee willen gaan zitten. Dus misschien even een oproep, misschien zit er wel een televisieproducent te kijken. Bel even met de redactie en dan krijg je mijn nummer. Nou, gezellig is hij wel, dus ik zou het wel doen.